Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn nu momenteel gaan we bloed prikken voor mij, voor mijn schildklier, om weer even te controleren. Omdat de vorige keer was hij niet goed. En Jordi is nu lekker aan het spelen. Oh, nou de camera aan staat, doe je niks meer. Oh. Die gekke papa. Dankjewel. Hey, daar is hij weer. Vanuit het bloedprikken zijn we naar de winkel gegaan. Jordi die ligt nu op bed. Ik ben de vlog aan het uploaden. En Niels even de vaatwasser aan het uitruimen. Jordi slaapt nu nog niet, dus ik ben benieuwd wanneer hij gaat slapen. Volgens mij is er eentje wakker hier. En het is... Jordi. Hallo. Jordi. Hey. Ben jij wakker? Hallo. Ben jij wakker? Heb je lekker dutje gedaan? Ja. Mwah. Hebben. Hebben. Ja, dan doe je dat vertellen. Nou, Jordi heeft inmiddels een slaapje, alles gehad. Het is nu ongeveer etenstijd, niet helemaal. En wat heeft mama gemaakt? Mama heeft pannenkoeken gemaakt, hè? Dan doen we lekker pannenkoekjes eten. Heb je je mond al leeg? Goed zo, lekker pannenkoeken. Ondertussen zit hij natuurlijk Boomba of iets te kijken, want dan hoef je zich niet zo te concentreren.
Trek ze aan de pruik. Nee. Papa, je weet dat dat niet mag. Dankjewel voor de kus. Dat mag niet van jou, maar van mij wel. Van jou mag het ook niet, Niels. Lekkere kus komt. Lekkere kus komt. Wat wil je doen? Wat wil je doen? Wil je klappen? Klappen zijn handjes, blij. Op je deze bolletje, allebei. Handjes in de hoogte en handjes, jawel, in de zij. Niet tegenhouden. In de zij. In de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Nee, moet je mijn pink pakken. Klappen zijn handjes, blij. Op jullie zijn bolletje allebei. Handjes in de hoogte. Jawel, in de zij, jawel. Jawel, in de zij. Niet tegenhouden. In de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Weten jullie nog dat we het gisteren over horror hadden? Nou, we zijn nu It aan het kijken. Nee. Nee, is niks voor mij. Je waar, een ballon? Ga toch weg met je ballon. Jordi ligt overigens in bed. Is nog wel wakker. Nee, ik ben geen horrortype. Ik zal nooit een horrortype worden. Want ik loop de hele heen en weer als zenuwachtig ervan worden. En als het eng wordt. Nee. Nee, is niks voor mij. Mandy gaat naar bed, toch? Ja. Ik nog niet. Ik ga naar een film kijken. Alweer? Ja, het is maar één keer vakantie, hè? Ja, ik doe het. Dus. Maar we sluiten wel de dag af vandaag. Ja. Wel trusten. Slaap lekker. Hallo. Zo, Jordi heeft net zijn fruitapje op. Ja, heb je net je fruitapje op? Ja. Wat wil je allemaal vertellen dan? Hij is druk aan het vertellen. En ik heb zijn beeldje pauze gezet natuurlijk. Dus dan zit hij ook van, hé, waarom doet hij het nou niet meer? Hallo. Zoals jullie net zagen, zijn wij naar de winkel gegaan, waar we even wandelen en zo. En jullie zullen je eigen afvragen wat het discolicht nu is. Nou, Jordi die heeft een tijdje geleden heeft hij van Natasja een lamp gekregen. En die moet je dan op een standaardje zetten. En we hebben daar zo'n, hoe heet zo'n ding, Niels? Hoe heet? Lampen. Ja, een lampstandaard hebben we daarvoor gekocht. En Jordi is daar nu lekker aan het kijken. Wauw! Mooi hè? Allemaal lampjes! Maar ik denk dat die hoger moet, Niels. Want nou kijk je precies in de lamp en dat is best fel. Mm-hmm. Ik had zo te denken om hier achter te zitten. Misschien daar bovenop hangen. Niet in, maar als hij daarmee gaat spelen, dan nee, hebben we... Nee, maar we gaan hem niet in de box laten staan. Oké. Okay. Allemaal lampjes! Allemaal lampjes! Ja, mooi hè? Daar eet hij de kabel op. Ja, daarom. Dan hoeft hij nooit meer naar de kapper. We hebben al een konijn gehad die kabeltjes had. Ja? Die had alleen, telefoon laat snoeren. Ja, hè Debbie? Als je dat ziet.
Vind je het mooi? Allemaal lampjes. Ja. Hij zit nou te kijken, dus nou aan laten staan. Laten we op ontdekking gaan. Papa is net zo'n klein kind, hè? Ja. Mama's broek is ook interessant, hè? Mama's broek, hè? Die is ook interessant. Laten we op ontdekking gaan. Ik hou van jou, Jordi. We hebben net gegeten en Jordi heeft gegeten en alles erop en eraan gehad. Maar hij is weer iets aan het uitvreten, hoor. Ja, maar wat wil je dan? Je legt hem er zelf neer. Ja? Papa had hem uitgezet, toch? Nee? Oké. Okay. Ik had hem stopgedrukt. Dan is goed. Ben je zo gefrustreerd? Papa, doe hem eens heel even helpen. Wat wil je dan? En dit is dus de hele tijd. Dan doet hij iets, lukt het niet, frustreert. Dan ga je hem helpen. En dan moeten we er eerst achter zien te komen waarom die gefrustreerd is en hoe en wat. En dan op een gegeven moment hebben we het door. En dan is het weer goed. En dat duurt soms wel eens een hele dag, hoor, voordat wij erachter komen waar hij gefrustreerd over is. Een hele goede morgen. Jordi is gisteravond begonnen met spoken. En daardoor ben ik vergeten de vlog af te sluiten, of tenminste de dag af te sluiten. En nou is Jordi weer wakker. Hè, scheetje? Ja. Ja. Papa vannacht met jou op geweest, hè? En die van papa dat papa dat gedaan heeft, hè? Of weet je dat ervan? Oké. Nee, dan weten we dat. Hé, jongen. Ja. Dan ga ik zo eens een flesje maken. Met alles erop en eraan. Medicijntjes en zo. Papa die slaapt nog een beetje. Die film ik nou ook niet. Hé, jongen. Ik hou van jou. Zo, ik ben weer een beetje boven, hoe noem je dat? Boven theewater. Ja. Vanochtend had ik Jordi zo'n bijtje gemaakt en vanille koffie gemaakt. En ik ben daarna voor ons ontbijt gaan maken en een fruitje voor Jordi en nog een keer koffie voor Niels, enzovoort, enzovoort. Maar ik was eitjes aan het koken. En Niels had ze aangezet, ik zou ze dan verder maken. In ieder geval met broodjes en zo. En,
op een gegeven moment hoor ik een plop. En ik was met die koffie bezig van Niels. Ik denk, dat klopt iets niet. Dus ik hang boven die pan. Nou, ik krijg een lucht in mijn neus. Was er een eirot en die was gesprongen. Nou, ik heb gekokhalst. En, oh, echt. Ik ben een persoon, ik kan van mijn eigen al niet overgeven. Sinds dat ik de gastric bypass heb gehad, is dat nog veel erger geworden. Als ik dan al moet overgeven, dan komt er gewoon weg niks. En ja, er zat ten eerste niks in mijn maag. Maar, ten tweede, er was ook niks waar ik over kon geven. Dus, er komt dan ook gewoon helemaal niks. Dus, ja. Nou, dus ik lag hier op de bank de kokhals en half over te geven. Niels heeft de eitje opgeruimd. Of die heeft die eieren opgeruimd. En hij heeft zelf ook zijn kokhalzen, maar... Die heeft daar dus minder last van dan dat ik heb. Nou. Dus, al met al, nou, we hebben dat getackled. Deuren, alles open voor die geur. Nou, ik zeg tegen Niels, ik ga heel even naar boven, want ik ben echt misselijk erdoor. Even acclimatiseren en dan kom ik weer naar beneden. Nou, prima, gedaan. Nou. Uiteindelijk toch de koffie voor Niels gaan maken en het ontbijtje gaan maken. En ik had vorige week, had ik Jordi jam op zijn brood gegeven. En ik dacht bij mij, oh, ik heb er eigenlijk wel zin in. Dus ik heb voor Niels een broodje gemaakt. En voor mezelf dan een broodje gemaakt. Gewoon was gewoon één broodje door de helft gesneden. En dan doen we dan ja, gewoon wat meer beleg. We doen gewoon verschillende soorten beleg op. En bij Niels had ik hem door de helft gesneden. En dan had ik poulie en nog wat. En iets met gezond en kaas. En weet ik het. Maar met mijn gastric bypass... Heb ik niet over nagedacht. Is het wel zo dat als ik een slechte ochtend heb, dus slecht begin. Betekent ook dat ik de hele dag een beetje slecht ga op eten en alles. Ik kan sowieso door mijn gastric bypass kan ik geen vloeibare melkproducten. En geen sojamelk. En dat soort dingen. Ik heb het allemaal honderden keren geprobeerd. Maar ik word daar gewoon ziek van. Ik krijg daar dan een dumping van. En hoe kan ik een dumping eigenlijk het beste uitleggen? Ja, dan heb ik gewoon buikpijn met migraine. Dan kan ik niet in een lichte ruimte zitten. Dan moet ik in een donkere ruimte gaan liggen. En moet ik gewoon even gaan slapen. Dus, ja, daar krijg ik dus dumping van. En ik dacht bij mij van, nou ja, ik kan die jam wel hebben. Daar is niks aan de hand. Nou, ik heb mijn eten opgegeten. En ik hoor me toch beroerd. Oh, hel, ik hoor me toch beroerd. En nu is Niels dan thuis, dus het is zo dat als Jordi, zeg maar, met mij alleen is, dat Niels is werken, dan kijk ik altijd heel erg uit wat ik eet. Kan ik dat handelen? Ben ik er ooit ziek van geweest? Dus dan ben ik heel voorzichtig in wat ik eet. En als Niels wel thuis is, dan durf ik het vaak wel even aan om iets dan te pakken, mocht ik ziek worden. Maar ja, ik dacht van, dit gaat wel. Nou, het ging niet dus... Dus ik kreeg een dumping en ik ben ziek geworden. Dus ik heb op bed gelegen. Ik zeg tegen Niels, sorry Niels, maar ik moet naar bed. Dus de slaapkamer zo donker mogelijk gemaakt. Zoveel mogelijk geluid, zeg maar, bij me uit de buurt gehouden. Want daar hoor ik dan nog misselijker van op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat werkt, maar... Daar heb ik gewoon last van. Ik heb geen koppijn dan, maar ja, het werkt gewoon eigenlijk als een soort van migraineaanval. Zo kan ik het beste beschrijven. Je kan geen licht geluid hebben. Je kan niet te veel bewegen. Je moet gewoon je ogen dicht doen en slapen. En het enige verschil is dat je geen hoofdpijn hebt, maar je bent gewoon zo misselijk. En ja, je bent gewoon zo misselijk als de pest. En het lijkt alsof je buikgriep hebt. Daar is het gewoon. En ik kan dan normaliter geen melkproducten, vloeibare melkproducten verdragen. Geen vloeibare sojaproducten. Geen vloeibare rijstemelk. Dat soort dingen, vloeibare zooi waar calcium en zo in zit, kan ik niet verdragen. Kan ik kaas verdragen? Soms.
ook niet elke dag. Kan ik kwark verdragen? Nee, kan ik niet verdragen. Dus daar moet ik ook gewoon niet pakken. Ik heb daar ook calciumtabletten voor, die ik iedere avond moet pakken. Omdat ik, ja, ik krijg het gewoon niet binnen, want ik kan het niet verdragen. En als ik iedere keer ziek word, ik heb het al 5 jaar, ja, september 5 jaar, sinds mijn operatie. En ja, ik ben het de eerste 2 jaar blijven proberen. Werkt gewoon niet. Hè, Niels? Mm-hmm. Iedere keer ziek zijn omdat je het weer moet proberen. Dat kun je beter niet doen. Nee. En toen ben ik op een gegeven moment zwanger geraakt van Jordi. En toen heb ik ook tegen de medische verpleegkundige gezegd van, hé, luister. Als ik iedere keer ziek ben omdat ik dit moet proberen van jullie. Ik ben nu al 2 jaar aan het proberen. 2, 3 jaar. Ik zeg, ik ben gewoon klaar met proberen, jongens. En toen zei ze ook van, nou ja, zegt ze, dan stop er maar mee. Want als je iedere keer ziek bent, dan werkt niet. Maar ik heb niet veel aparte dingen waar ik ziek van word. Alleen van vloeibare melkproducten, sojaproducten. Als het vloeibaar is, ja, dan ben ik gewoon ziek. Chocomel heb ik laatst heb ik dan een keer gedronken, omdat ik er zo'n zin in had. Toen heb ik ook echt aan Niels gevraagd van, Niels, ik heb daar zo'n zin in met de kans dat ik ziek word. En ik heb ook echt dumping gehad. Heb ik spijt ervan dat ik die chocomel heb gepakt? Nee. Vond ik het serieus irritant dat ik ziek was? Ja. Maar ik heb serieus bekend, 5 jaar had ik geen chocomel gehad. En ik had er gewoon zo'n zin in. Dus ik heb daar gewoon aan Niels gevraagd van, goh, vind je het probleem als ik ziek word? Want ik heb er zin in. Maar ja. Dus dit. Daarom hebben we even niet gevlogd. En ik heb even geslapen. Dus ja. En sorry voor mijn gepraat. Maar het is wel even een uitleg waarom dat er een gedeelte van de dag mist. Nog één ding wat ik wel wil zeggen is, nou moet niemand gastric bypass patiënten over één kam scheren. Want de een heeft het van al het eten dat ze krijgen dumping. En de ander heeft nergens last van. Sommige mensen hebben het bijvoorbeeld ook als ze een stukje chocola eten of... Net wat. Je moet niet alle gastric bypass patiënten over één kam scheren nu. Ik heb het met vloeibare melkproducten. Een ander heeft het wel met andere producten. En de ander heeft het weer niet. Die kunnen wel melk zo leeg gieten. Maar ik kan het niet. Niels is heel eventjes roel helpen. Ja, Niels eventjes roel helpen. En onze Jordi die heeft net een soepie gehad. Wou hij niet helemaal eten. Dus ik denk dat hij een beetje verstopt aan het raken is. Dus even kijken hoe dat allemaal loopt. En anders moeten we hem straks even spoelen. Hè, vent? En wij gaan zo even naar de winkel. Ja, wij gaan zo naar de winkel. Hij is nu nog heel eventjes... Juffrouw is aan het kijken. Ja? Nou, vertel. Wat wil je vertellen? Wat wil je vertellen? Ja, vertel. Je zegt net wat. Dus wij gaan zo even naar de winkel. En dan gaan we even de avondeten voor vandaag halen. Maar ik heb het geluid nou zachtjes gezet. Dus die is er niet echt mee eens. Dan mag ik nog heel eventjes juffrouw kijken. En dan ga ik naar aan. Toen wij straks naar de winkel zijn geweest en terug zijn gekomen, heb ik Jordi eten gegeven. En daarna kreeg ik een berichtje van Niels dat of ik mee wilde eten bij Nathalie en Roel. Hebben we dus gedaan, ben ik heen gelopen. En Jordi heeft daar zijn flesje gehad, heeft daar op de bank geslapen. En toen werd hij ineens wakker en hij was hartstikke vrolijk. En nou krijgt hij nog een extra flesje. Dan gaat hij naar bed. Ja, dan gaat hij lekker slapen. Mm-hmm. Maar ja, bij Nathalie en Roel, daar heb ik niet gefilmd. Want ik ga niet zomaar bij iedereen filmen. En bovendien, Nathalie is hoogzwanger. En het vrouwke heet het gewoon even zwaar met de zwangerschap. Dus ja, dat zou ik niet prettig vinden. Dus dat gaan we bij hun ook niet doen. Ik heb het nog niet eens gevraagd trouwens. Jordi slaapt nog niet. Die is nog wakker.
Maar wij gaan denk ik wel slapen. Ja. Bij deze sluiten we deze ups en downs ook af. En morgen beginnen we weer de nieuwe. Welterusten allemaal. Welterusten.